Ik heb geen corona. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is 10:30. Ik heb me een beetje rustig aangedaan. Ik ga vandaag een dagje vloggen. Heel mijn huis moet worden gepoetst. Maar dat ga ik niet allemaal meenemen. Want dat heb ik vaker laten zien hoe ik dat aanpak, zeg maar. En eigenlijk had ik gewoon het van de week gewoon een beetje bij moeten houden. Dan was het nou weer niet zo erg geworden. Maar ja, daar heb ik dus hulp voor. Maar die hulp die is dus ook thuis met de corona. En ik moet er van de week gewoon eens even mailen van, joh, hoe staat het ervoor? Of kan ik even iemand anders krijgen? Want ik loop gewoon een beetje vast. Maar goedje, ga je nog maar video zitten drinken? Schat, je hoeft niet op te houden. Dat zal ze ook vast niet doen voor mij, maar goed. Ik loop gewoon een beetje vast op dit gebied. Het is weer een rommel. Het is weer allemaal chaos in mijn hoofd. Allemaal druk. Dus ik vind het allemaal een beetje lastig op het moment. Om mijn huis op orde te houden. Ik moet vandaag dus veel poetsen. Ik ga iets heel leuks doen. Ik ben weer peetante geworden. Yay! Het kindje van mijn broer en schoonzusje is maandag 7 maart geboren. Op de verjaardag van Daphne. Ook heel erg leuk. Ik ben gisteren bij Mats geweest. Ach, en dat is ook zo lekker. Ding, oh, van die heldere blauwe oogjes en lachen dat hij deed de hele tijd. Oh, ik ben helemaal verliefd. En wat ik ook zag, bij Lidl van die mini Vespa scooters. En eigenlijk had ik die voor allebei willen kopen. Het is toch leuk om dat als peetante te geven. Maar ja, dat is 190 euro. Dat vind ik een beetje te prijzig eigenlijk voor dit moment. Maar ja, ik vind het wel gewoon heel erg leuk. En daar wil ik dus voor, ze heet Floor trouwens, had ik het al gezegd. Weet ik niet. Een armbandje laten maken. Ik heb voor Mats ook gedaan met ja, de geboortedatum en de naam. En ik heb ook een shirtje, een rompertje besteld. Mijn papa en mama deden niet een 1,5 meter afstand. Die vind ik ook zo leuk. Ik hoop dat die vandaag binnenkomt en anders krijgen ze die de volgende keer. En ik ga, ja, daar ga ik dus even voor op pad. Ik ga mijn huis poetsen. Ik denk dat ik maar eerst even ga poetsen en dan op pad ga voor het armbandje. Ja, dat gaan we dus doen. Ik ga je meenemen. Ik ga niet bij Floor filmen, want dat willen ze liever niet. Dat weet ik. Dat heb ik niet gevraagd, maar ik weet dat ze dat liever niet willen. En dat respecteer ik ook, dus dat ga ik ook niet doen. Ik ga hier een beetje rommeltjes opruimen en zo. En dan, ja, dan ga ik daar even naar de stad om daar armbandjes te laten maken. Eigenlijk wil ik ook nog graag naar de kruidvat om die Hydro Cream van Essence in een lichtere kleur te kopen. Want die vind ik dus eigenlijk hartstikke fijn. Ik heb zaterdag kwam er een video online van een nieuwe Essence make-up. En ik vind hem hartstikke fijn. Hij blijft ook echt goed zitten. Dus ik wil hem gewoon in een lichtere kleur ook herhalen. En dan ook dat ik hem echt goed kan proberen. Dus dat ga ik vandaag allemaal doen. Dit lekkere portret van mama zit zo lekker te eten. Ja, er zat gewoon nog voer in. Maar die brokjes die vindt ze niet zo lekker. En die laat ze dan heel lang liggen. En ik had zoiets van, nou, het is nou 3 dagen geleden. En ze moet wel gewoon iets eten. Dan heb ik maar liever dat ze even kieskeurig is. En het is natuurlijk ook een hele verandering. Maar dat ze nou bij Baco weg is en ja, omdat ze dus aan het vechten waren. Dus ik heb zoiets van, nou dan maar eventjes dat ze kieskeurig is en de lekkere dingen eruit pikt. Maar ze moet wel eten. En ook de hooi eet ze niet zo heel goed. Dus ik was een beetje bezorgd. Ik denk van ja, ze moet wel blijven eten. Dus dan doen we toch maar even nieuw voer bij. En ze is ook echt aan het zoeken van, wat vind ik lekker? Hé, lekkere schat. Hallo. Hoi, lekker meisje. Ze zijn allebei heel erg in de rui. En ik weet niet, ja, het is natuurlijk misschien ook het jaargetijde. Maar het kan ook gewoon een beetje stress zijn omdat ze nou weg van elkaar zijn. Maar ik weet niet of dat juist misschien minder stress oplevert omdat ze altijd aan het vechten waren. Of altijd. Hoi, poepie. Hoi, lekkere schat. Hoi, deze moet ik vandaag ook maar eens poetsen, hè? Die grond hier. Vroeg iemand, beschadigt het je vloer niet? Nee, want ja, het is heel sterk laminaat en ze krabben eigenlijk niet. Snoepie. Kijk, en dit hebben ze ook helemaal ondergepoept. Dus die moet ik vandaag eigenlijk ook even nieuw halen. Want die heb ik van mijn collega geleend. Maar die, ja, die ga ik zo niet terug inleveren. Ja, dit is dus echt verschrikkelijk. Maar hier heb ik me dus gisteren op zitten maken. En gewoon weer afgeleid toen ik het wilde gaan opruimen. Of gewoon geen zin gehad. Ik denk allebei. Misschien wel meer neigend naar geen zin gehad. Maar even wat ADHD opruimtips. Ik ga nou eigenlijk een beetje per categorie alles opruimen. Ik ga eerst alle afval weghalen. Dan ga ik kijken naar wat er in mijn, dat is mijn everyday bakje, naar wat er in mijn everyday bakje kan. En de rest gaat in mijn gewone voorraad make-up. Ik ga de servies goed bij elkaar zetten. En zo ga ik eigenlijk per onderdeel van het huis een beetje opruimen. En als het allemaal opgeruimd is, kan ik gaan poetsen. En zo pak ik het eigenlijk altijd aan. Opruimen zelf lukt me wel, maar het opgeruimd houden vind ik zo moeilijk. Nou goed, afval is van de tafel. Dan ga ik dus kijken van wat gaat er terug in mijn everyday bakje. En wat moet er naar een andere plek. Ik ga me nou dus echt alleen richten op de make-up. En niet op de andere spulletjes die er nog liggen. Want er liggen dus nog meer spullen. Maar ik ga me dus echt alleen even richten op de make-up.
Ja, zo doe ik het eigenlijk een beetje per onderdeel van mijn huis, per categorie. En dan lukt het me eigenlijk wel om op te ruimen. Alleen het opgeruimd houden. En daar heb ik dus hulp bij nodig, maar dat ga ik weer even fixen. Deze dingetje heb ik dus gisteren geprobeerd. Die gaan in mijn weggeeftas, want deze is dus heel goed met de donkere. Wil ik dus vanmiddag even kijken voor een lichtere kleur. En dit gaat allemaal terug naar mijn voorraad. En de andere spulletjes die er lagen, die heb ik al, ja, al teruggezet. Al in mijn everyday bakje gedaan. Ga ik mijn everyday bakje weer op zijn plek zetten. Deze dingen gaan naar mijn voorraad. En deze dingen, maar ik laat het toch even liggen, want het kan zijn dat ik daar nog een keer naar boven moet. En deze dingen gaan in mijn weggeeftas. Ga ik even bepalen welke dingetjes hier mogen blijven staan. Dit in ieder geval niet, want dit hoort hier niet. Het is een elektronica ding voor mijn tablet op te zetten. Daar wil ik eigenlijk echt mijn vader me gegeven voor mijn opleiding. Dus die ga ik ergens anders opbergen. Een haarborstel hoort hier niet. Die gaat bij mijn haarspullen naar de badkamer. En dan ga ik het even zo allemaal verdelen dat ik het eigenlijk ook weer makkelijk weg kan bergen. Die handcrempjes mogen hier blijven staan. Evenals die memo blokjes. Ons Maria en ons Jozef en ons Jezus mogen hier ook blijven staan. Die batterijen moet ik eigenlijk vandaag even inleveren. Waarom dat kaarsje er staat, geen idee. Jawel, want ik wilde een kaarsje aansteken voor iemand, maar de kaarsje was nog niet op. Dus die ga ik daar bovenop zetten. Die fruitschaal mag blijven staan. Dit mag blijven staan. En dat, hoe heet dat? Schoonmaakmiddel moet hier weg, want het hoort niet op een tafel. En dan kom ik dus binnen om die wattenschuifje dat op tafel lag hier weg te bergen. En dan heb ik dus heel erg de neiging om dit te gaan opruimen. Maar dat moet ik niet doen, want ik was bij de tafel bezig. En ik moet me daar echt op toespitsen om één ding tegelijk te doen. Zo, nou even alle spullen eraf. Dan kan ik het hier even poetsen. Ja, en zo ga ik eigenlijk per categorie alles doen. Mijn keuken, mijn salontafel. Ik pak kleine stukjes. En dan ga ik zo eigenlijk alles doen. Ik heb al eens eerder een video gemaakt over opruimen met ADHD. Dat, ja, ik ben natuurlijk toch wel een soort van ervaringsdeskundige. Ik ben geen opgeleide professional of zo. Maar ja, omdat ik zelf weet wat ik zelf fijn vind. En dat wil ik niet zeggen dat dit voor jou werkt, hè. Maar voor mij werkt het wel om het zo te doen. En ik vind het gewoon fijn als ik aan het opruimen ben en gewoon een gezamenlijk afvalpunt te maken. Weet je waar ik alle afval in doe, dat ik er straks in één keer allemaal weg kan doen. Dat vind ik gewoon prettig. Ja, dit is allemaal afval wat in mijn huis lag. Ook mijn opgemaakte bak en zo en zooi. Dus ja, zooi, zooi, zooi. Nou, die rompeltjes die ik bestelde zijn binnengekomen. Waar had ik dat verteld? Weet ik niet. Deze is papa en mama deden niet een 1,5 meter. Die vond ik leuk. En je bent zelf een koetje koe. Ik vind dat grappig. Want je bent bezig een koetje koe. Ja, ik zeg dat nooit. Ik ben een idioot. Maar ik vind het zo grappig. En die ga ik dat even inpakken voor ze. Want die zijn net binnengekomen. Ik ben even gaan zitten. Eigenlijk moet je dat niet doen als je bezig bent, want dan kom je niet meer overeind. Althans, ik. Ik ga even boodschappen doen, want het is nu 1:15. En dan ga ik eerst even boodschappen doen, dan eten geven. En daarna ga ik op pad voor het armbandje. Ik denk dat ik even nog naar de bibliotheek ga. Ik moet nog een kraslot inleveren, die van december. Dat ik dus eventjes nog centjes krijg, want er staat 15 euro op. Nou, is toch lekker meegenomen. En dat soort klusjes ga ik dan maar eventjes doen. Ik zou vanavond dus naar mijn petekindje gaan, maar Herm, mijn broer, appte net van ja, er komen al zoveel mensen vandaag. Zou je morgen willen komen? Nou, dat doe ik dan ook, want ja, ik heb het natuurlijk al gezien. Het is zo'n lekker ding. Dus dan vind ik ook dat vrienden ook gewoon voorrang hebben, omdat ik het natuurlijk al gezien heb. Dus ik ga nou even me aankleden, want ik ga niet zo naar de winkel. Dit is mijn pyjama / werkoutfit. Die gaat nou gewoon de was in. En dan misschien straks nog even mijn bed verschonen. Dat is wel even lekker. En dan ga ik eventjes eerst boodschappen doen, dat ik ook even kan gaan eten. Even een broodje eten. En dan ga ik op pad voor die dingen. Hier hebben ze in ieder geval de nieuwe producten nog niet. Dus ik ga daar nog even kijken op Pieter Vredeplein. Maar het kan goed zijn dat het gewoon helemaal niet is. Nog, dat ik gewoon te vroeg ben. Want dan zou het hierbij moeten staan, dus dat is nog niet. Kijk, want ik heb best wel wat dingen nodig. Avondeten voor vanavond. Dingen voor bezoek vanmorgen. Ik kan even kijken wat ik ga eten vanavond sowieso. Ik neem maar een bloemkoolrijst met broccoli en vlees of zo. Dit vind ik altijd zo crap. Van welke wijn neem ik mee? Ik heb geen idee. Ik heb geen verstand van wijn. Ik drink het niet. Ik heb het soms in huis, maar ik drink het zelf nooit. Volgens mij, dit is altijd wel goed toch? Hier. 2 flessen voor 4,50 en dan moet ik nog iets roods hebben, want dit is wit. Ja, dat vind ik knap van mezelf dat ik kan onderscheiden. Ik ben thuis, ga ik eens even lekker eten. Een broodje of een stukje stokbrood met zalm en met sla. En dan ga ik om gemak de boodschap uitpakken en dan richting de stad.
Mijn auto zegt dat hij dorst heeft. En dat is heel kut met deze dure prijs. En ik geloof dat hij al op 2,40 zit. En ik denk dat ik het ook hier niet meer mee haal om mee nog naar België te rijden. Ga ik niet op wagen, want sta ik daar stil. Omdat ik nou echt geen zin en tijd voor. Dus ik ga toch maar heel even hier tanken. En dan kan ik morgen of zo even naar België rijden. Als ik hem niet helemaal volgooi. En dan ga ik even naar de juwelier dus. Ja, ik zat heel erg te twijfelen. Ik ben toch maar even naar het Wagnerplein gegaan. Want daar zit ook de taco en ik heb nog een fashion check. Dus dan kan ik daar mooi eventjes kijken. Ik heb eigenlijk helemaal niks nodig. Maar ja, ik heb een fashion check. Dus dat kun je ook trouwens al voor andere dingen gebruiken. Maar goed, laat mij mezelf lekker dat verwennen. Dus ik ga nou eerst even mijn boekjes inleveren. Dan even naar de taco en dan naar de juwelier. Nee, ik denk maar eerst even naar de juwelier, want die is maar tot 5 uur open. Oh, de brief is niet open. Of dan kan ik wel inleveren dan toch, in die brievenbus of niet? Ik weet niet. Kijken. Best wel wat keuze, maar ik twijfel een beetje tussen de maat. Want het is natuurlijk ook wel een symbolisch iets, weet je. Ik weet niet of ze het echt aan gaat doen. Zo ook wel, kan ik toch gewoon die gefukte fashion check niet vinden. Dat is ook altijd wel met mij, hè. Ja, dus ik was op zoek naar een roze pasje, maar het is een zwart pasje. Sukkel. Dit is bij de taco. Of ik wil het allemaal. Of ik denk van geen van alle, het is leuk of zo. Want zulke dingen, deze vind ik wel leuk, maar zoiets heb ik al. Dus ja, deze heb ik. Nee, dat is niet dezelfde, maar wel dezelfde kleur. Ik heb nou zoiets van, niks. Nou, dan kijk ik een andere keer, want dan zijn er wel nieuwe collecties en zo. En dit vind ik dan weer wel een hele mooie trui. Maar zo kut, want het is warm, maar met korte mouwen, weet je? Why on earth? Why on earth? Ik hou van glitters. Vind ik ook mooi deze. Nou, daar wil ik wel aan meedoen. Ik koop een boeketje zonnebloemen. Huh, ik doe dan een keer stofzuigen en dweilen en dan vind ik het qua huishouden wel genoeg voor vandaag. Ik ben even met een lekker blikje cola horrorburen aan het kijken. Ik vind het zo grappig. Ja, niet om als je ernaast zou wonen zou het vreselijk zijn. Maar om het te zien is het is gewoon ja, best een grappig programma. Nou, eigenlijk ook niet. Het is gewoon in en in triest. Ik denk van, oh, ben ik gezegend met mijn eigen buren. Weet je, ik heb gewoon hele fijne leuke buren waar ik ook gewoon veel aan heb. En ja, hartstikke gezellig is. Hoor je dat, bufjes? Ik weet niet of je... Ja, die kijken wel mijn vlogs trouwens. Maar als je dit ziet, dan denk je helemaal, oh, ben ik gezegend met mijn buren. Weet je, gewoon super fijn. Nou, ik ga even koken. Dan vind ik altijd zo crap aan poetsen. Dan heb je alles netjes gepoetst en opgeruimd. En vooral in de keuken. En dan de dag, ja, als je één keer de keuken brengt, is het weer vies. Kijk, een badkamer, die blijft nog wel een paar dagen netjes. Maar een keuken is gewoon meteen weer vies. Maar goed, dan ga ik dan ook meteen maar even weer opruimen. Ik eet bloemkoolrijst, broccoli en 2 rundervinkjes. Ik ben even heel erg emotioneel. En dat komt omdat ik... Die beelden van Oekraïne zitten kijken. Van de oorlog, van de doneeractie van de afgelopen maandag ben ik terug aan het kijken. En dan lopen gewoon fucking kleine kinderen door het puin. En dat raakt mij zo. Ik vind dat zo vreselijk. En ja, weet je, het heeft geen enkele zin om hier die beelden te gaan kijken. En hier te gaan zitten janken, dat weet ik ook wel. En ik heb natuurlijk gedoneerd, maar... ik kan er ook gewoon zo kwaad van worden. Zo boos, weet je. Dat één zo'n lul dit wil. En dat voor elkaar krijgt. En dat daar gewoon zoveel mensen de dupe van zijn. Ik kan er zo kwaad van worden. En een vlog is natuurlijk een videodagboek van wat houdt je bezig vandaag. Nou, dit houdt mij gewoon heel erg bezig vandaag. Niet alleen vandaag, maar de afgelopen weken gewoon steeds. Dat er gewoon zoveel mensen hier de dupe van zijn. Onbegrijpelijk gewoon. Gewoon niet te bevatten. Zo, ik lig even in bad met een haarmaskertje en een gezichtsmaskertje van de Body Shop en van Olaplex. Ik heb net weer even gedoneerd op Giro 555. Komt niet nalaten. En ja, weet je, aan de ene kant denk ik van, moet ik dat ik zo emotioneel was wel in de vlog opnemen. Aan de andere kant denk ik, ja, het is hoe ik ben. En ik heb ook mijn hele zooi laten zien vandaag. Weet je, daar schaamde ik me dan ook niet voor. Dus waarom zou ik me voor die emoties wel schamen? Want het is allebei een kwestie van je blootgeven toch wel. Maar ja, weet je, ik vlog en ik weet dat daar af en toe toch wel een kijkje in de keuken bij hoort. En zowel die zooi als emoties zijn een soort van kijkje in de keuken. En dat vind ik ook leuk aan vloggen. Je vlogt met een bepaalde reden. Ik vind het gewoon leuk om te doen, weet je. En daar horen dit soort dingen ook bij.
Ik ga even lekker genieten van bad. Ik heb hier een boek liggen en dan ga ik lekker even lezen. En daarna ga ik naar bed, want ik ben moe. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Indruk op de rode knop. En heel graag tot de volgende video. Dankjewel. Doei!